Je moet toch naar verkoop 12 kwart 24 regels uit de koffie. Ik doe wel mee sinds de eind jaren kwasten. Ook dacht je dat het nu was, dacht je dat je stoer was, dacht je dat je mij van alles wijs kon maken. Een paar keer meer is al dat niet over te maken. Ga naar de bank, vraag rekening aan. De helft voor jou, de rest op mijn naam. Ik zal je moeten helpen als je groot wil gaan. Je zult het hebben moeten zien als je vaste baan. Je kan er lopen praten en het nooit gedaan. Hier heb ik nog een waarschuwing van begin. Stoelen in de tafels. Kijk eens, Vloek TV, welkom bij deze uitzending. Op een maandagmiddag zijn wij bij het Dreesplein in Schiedam. Daar zijn 500 leerlingen uit het onderwijs. En dan zult u zich afvragen, wat doen die kinderen daar? We gaan het vragen aan de directeur van de OSG MAVO uit Schiedam. Meneer Huidmeijer, goedemiddag. Goedemiddag. U behoort toch met uw kinderen op school te zitten? Dan moeten toch leren? Ja, ik hoor niet op school te kinderen zitten. Die kinderen moeten op school zitten. Maar dit is een dag waarop die kinderen helemaal uit hun dak gaan. Ze hebben al een aantal workshops gedaan vanmorgen. En ze genieten geweldig. Maar waarom zijn er vandaag zoveel kinderen bijeen? Wat is het, waar gaat het om vandaag? Nou, eigenlijk is het een hele serieuze zaak. Wij weten vanuit ervaring dat leerlingen op deze leeftijd moeite hebben met rekenen, met taal, met het begrip van de wereld om hen heen. En daardoor doen we mee aan het project VLT, verlengde leertijd. En leerlingen krijgen dus extra tijd om zich te bekwamen in rekenen, in taal en in de wereldoriëntatie. En wij doen dit jaar voor het eerst mee en we zijn er heel tevreden over. Maar het klinkt voor de leerlingen niet leuk. Je moet meer naar school toe. Ja, ze moeten iets meer naar school toe, maar daar hebben ze later natuurlijk een hele profijt van. Maar u zegt zelf van ze moeten wat leren. Vanmiddag heb ik gehoord dat het zijn allemaal cursussen. Het gaat om rappen, het gaat om koken. Maar daar leer je toch niet beter rekenen en taal en aardrijkskunde van? Nee, rekenen en taal en aardrijkskunde niet. Maar je krijgt wel een ander beeld van de wereld. En dit is natuurlijk gewoon een feestje voor die kinderen. En waarom zou je niet iets serieus beginnen met een leuk feestje? En die kinderen genieten. Ze hebben de leerlingen van mij, heeft vanmorgen taartjes gemaakt. Ze zijn aan het rappen geweest, ze zijn aan het zingen geweest. En wat ze dus wel leren is zichzelf presenteren. Dat is ook heel belangrijk. Ja. U zegt zelf, dit is even een lokkertje, dit is om het leuk te maken. Maar daarna wordt er aan de slag gegaan. Betekent dat ze iedere week 3 uur langer les krijgen? Ja, mijn leerlingen krijgen iedere week 3 uur langer les. Althans in leerjaar 1. En volgend jaar gaan we het uitbreiden naar leerjaar 2. Ja. En er zijn al scholen die geven 8 uur meer les. En vullen die heel zinnig vullen ze dat in. Is het zo dat alle basisscholen en scholen van voortgezet onderwijs hier aan meedoen? Nee, er zijn maar 2 scholen voor voortgezet onderwijs die meedoen. Daar zijn wij 1 van, met onze beide afdelingen, de vak en de MAVO. En het Life College doet ook mee. En voor de rest zijn er een aantal basisscholen, 2. Waarom doen die andere, Schravenland, Spieringhoek, Gymnasium, waarom doen zij niet mee? Het is natuurlijk een wijkgebeuren. Het gaat wel om deze wijk. Het gaat om de scholen in deze wijk. Dus vandaar dat deze scholen meedoen. En er zijn dus ook een aantal basisscholen uit deze wijk die ook meedoen. Nou, dan gaat het beginnen. Is dat iets wat nu pas medegedeeld wordt of weten leerlingen en ouders al daarvan? Ja, de leerlingen en de ouders die hebben een nieuwsbrief gehad en daar heeft ingestaan wat de bedoeling hiervan is. Is deze dag ook aangekondigd en ik heb vanmorgen dezelfde leerlingen mogen vertellen waarom deze dag is en wat ze er allemaal in gaan doen. Ja. Nou, u komt vanmiddag in ieder geval prettig thuis. Er wordt onder het eten even flink gerept, denk ik. En dan morgen gewoon aan de slag? Morgen weer gewoon aan het werk. Yeah.
Zo, kijk eens, ja, het wordt rustig op plein. Goedemiddag, mevrouw Jeanne van Berkel. Ja. Dank u, dank u. De leerlingen gaan langer naar school, om het maar heel simpel te zeggen. Maar dat gaat niet zomaar van de ene op de andere minuut. Daar moeten allerlei zaken voor geregeld worden. Als ik het goed begrepen heb, heeft u dat proces begeleid, zoals dat heet? Ja, dat proces loopt ook nog de komende 3 schooljaren door. We zijn afgelopen schooljaar gestart met het informeren van ouders en ook het bekijken wat het beste past wat betreft de nieuw schoolrooster per school. Want er doen 5 scholen mee. Het zijn 3 basisscholen, het Meesterwerk, de Wiekemen in Nieuwland en de Taaltuin en de 2 VMBO-scholen. Dus... Konden die scholen zichzelf opgeven of hebben jullie hen benaderd? Deze scholen hebben zelf het initiatief genomen in overleg met de gemeente om subsidie voor dit project aan te vragen. En dat is dus een 4-jarig project. En het eerste schooljaar, de afgelopen schooljaar, hebben we benut om te onderzoeken op schoolniveau wat is de beste tijd, ouders te informeren, een integraal programma te ontwikkelen. En vanaf dit schooljaar zijn de nieuwe lestijden voor alle kinderen in groep 7 en 8 van de basisschool en dan de eerste en tweede klasse van het voortgezet onderwijs zijn gewoon een feit. Dus die staan op het rooster. U zegt dus... Ouders zijn geïnformeerd. Ouders zijn betrokken. Zijn uitgebreid informatieavonden geweest. Zijn gesprekken geweest met ouders. Het is een folder voor ouders. En wat wij terughoren van de ouders is dat zij gewoon enthousiast zijn over de aanvullende mogelijkheden die de kinderen geboden worden. En het beeld lijkt van goh, extra langer naar school. Maar de ervaring heeft ons geleerd dat kinderen enthousiast zijn en dat de tijd omvliegt. Toch eventjes, de scholen krijgen subsidie hiervoor. Ja. Dat betekent dat het ook lucratief is voor een school om mee te doen. U zegt kinderen zijn enthousiast omdat ze langer naar school toe moeten. Dat de ouders enthousiast zijn, dat begrijp ik wel. Want die duurt nog even wat langer voordat ze weer naar huis komen. Ik heb ook andere geluiden gehoord, maar u niet. U bent alleen maar enthousiast. Ik heb zeker in de startfase ook andere geluiden gehoord. Het fenomeen werken met verlengde leertijd heeft zeker in verschillende teams op de scholen toch tot wat discussie geleid. Maar op dit moment is het zo dat in ieder geval er standpunten bepaald zijn. En dat er ook samen met die teams gekeken wordt van wat zijn dan wel de passende mogelijkheden voor ons. En dat ook de kinderen die langer naar school moeten, dat er ook gezocht wordt naar aanvullende mentoruren, zelfwerkzame uren, waardoor bijvoorbeeld het huiswerk op de middelbare school ook naar verhouding wat af kan nemen. Dus de hoeveelheid vrije tijd van kinderen blijft behoorlijk intact. En dus het is zeker niet iets wat vanzelfsprekend is geweest voor iedereen die betrokken is. Nou is het wel vaak zo dat wanneer kinderen een normale schooldag erop hebben zitten, dan hebben ze toch wel een Porsche gehad. Dat gaat nu wat langer duren. Bent u niet bang dat die lessen uiteindelijk opgaan in een soort de bekende pretlessen, een beetje koken, een beetje chillen, een beetje leuk doen? Gaat u of uw organisatie dat controleren? Wat we doen is dat er eigenlijk 3 aspecten heel centraal staan. Het gaat om taal, rekenen en wereldoriëntatie. En dat doe je door met je hoofd en in je boek bezig te zijn. Maar dat doe je ook vooral door te doen. Want je zag gebeuren dat er kinderen gewoon kennis maken met aanvullende talenten. Dat er gewoon gerept is, dat er teksten gemaakt zijn. Dat er op rijm gewerkt is vandaag om die tekst voor het rappen te maken. Dat zijn ook taalvaardigheden. En wat we doen met de extra lestijd is dat het juist gaat om die aanvullende activiteiten. Niet alleen pretlessen, maar dat het ook juist de gelegenheid biedt voor als je iets moeilijk vindt om het dan extra uitgelegd te krijgen. Of als je heel slim bent of je wilt extra verdieping, dat het ook mogelijkheden biedt voor aanvullende activiteiten. En een deel van de lessen zal dus door de groepsleerkrachten gebeuren en een deel zal ook door inderdaad... Nou, u maakte er een. Zag allerlei dingen gebeuren. Zal ook door workshopbegeleiders gebeuren van buiten. Swagger is paus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De meid is weg. Ik ben hem, via hem. Jij bent wel alles als je komt met een man. Veel de hoos. Veel de boys, maak ze alle de poos. Doe me trouwens swag, Spider-Man hij. Kom niet bij mij, want Bente is vrij. Van de stad naar de put, iedereen weet. Swagger is paus, ja iedereen weet. Hey! Oké. Okay.
Het is je boy met de bloemendras swag. Kijk eens in de buurt, mag erin in de tram. Bitches willen fokken, maar de pakkers die ze hem. Ja, ze willen fokken, maar ze weten wie ik ben. Een papa die is boos, een papa die is loop. Mama mag niet weten wat een zoontje uitkoopt. En ben ik in je stad, al die mannen kijken boos. Maar wanneer ik binnenkom, zijn ze allemaal loos. Hey! Yeah. Dames en heren, laat je horen! Die ons verwennen sinds de waardevol jeugd. Stad jouw per verblest met geluk. Strak in jouw verf, lekker en ups. Voor mij een topvrouw, smile op een lot nou. Blijk op de blok nou, 5-4 kopbouw. Neem me daar op uit en het is gevaarlijk. Ben in de fase, bestalen, bestalen. Goed voor als neus met getallen. Maar ik moet zo'n flirt in hun park. Wel een vetje moet weten dat ik thuis kom. En de voeten ben niet alleen als er maar uitkomt. Wat zijn kans, maar sterker door strijd. Love, love, down als ik ben met mijn meid uit eten. Soms moet echt tegen deze luister ik moet weg, kom een beetje kijken. Hey! Ho! Hey! Mag een applaus voor NLP! Laat je horen voor R!